Het is 2 voor 12 voor Italië. Dat is het eigenlijk al maanden, maar nu lijkt het er echt op aan te komen. Want komende maandag moet de Italiaanse regering een toelichting geven op de begroting voor volgend jaar. Dat eisen EU-commissarissen Moscovici en Dombrovskis. Brussel is niet te spreken over de begroting en vindt dat Italië de afspraken aan de laars lapt. Het probleem van de Italianen is dat ze te veel geld willen uitgeven. De Italiaanse regering wil onder meer de pensioenleeftijd verlagen, het basisinkomen voor de allerarmsten en de belastingen die moeten ook omlaag. En in totaal stijgen daardoor de uitgaven met 37 miljard euro en het tekort loopt op tot 2,4 procent. En dat wil Brussel niet. Een groter tekort hebben mag wel, maar dan moet je wel aantonen dat je aan het hervormen bent om de boekhouding weer op orde te krijgen. En in het geval van Italië gaat dat volgens Brussel de verkeerde kant op. Dit is de Italiaanse economie in vijf grafieken. Om te beginnen is de schuld van de Italianen te hoog. In Europa is de afspraak gemaakt dat je schuld niet groter mag zijn dan 60% van de totale economie. staat hier niet eens op. Bij de Italianen is dat 130%. Op zich is een grote schuld niet zo heel erg, wanneer je als land maar genoeg verdient en je economie lekker hard groeit. Maar daarvan is in Italië geen sprake. De Italiaanse regering denkt dat de economie de komende jaren met ongeveer 1,5% per jaar gaat groeien. Maar er is buiten Rome niemand ook de Italiaanse centrale bank niet, die dat geloofwaardig vindt. Andere Europese economieën doen het een stuk beter. Kijk, de Italianen bungelen hier onder de Grieken. Het is een indicatie dat er iets mis is met de Italiaanse economie. En dat kan betekenen dat er hervormd moet worden. Een van de problemen is de vergrijzing. Bijna 30% van de Italianen is boven de 60. Italië gaat in de richting van Japan. Dat betekent dat het aandeel van mensen dat economisch niet actief is, vrij fors wordt. Daarnaast werken de Italianen niet zo hard. Dat betekent niet dat ze lui zijn, maar de productiviteit per gewerkt uur komt al jaren niet vooruit. Italianen die hangen hier. Alleen de Grieken doen het slechter. En daardoor verliezen financiële markten het vertrouwen in Italië. Hier zie je de rente op Italiaanse tienjaarsleningen, sinds deze zomer alleen al verder opgelopen. En dat is een groot probleem. Want, zoals we net zagen, is de staatsschuld van Italië enorm en een deel van die schuld moet de komende jaren worden geherfinancierd. En dat is niet fijn als de rente hoog staat. Rome denkt dat het een complot is tegen de Italianen. Maar voor investeerders is het gewoon een kwestie van rekenen. En daar valt niet tegen op te lobbyen. Het beste wat de Italianen kunnen doen is terug naar de tekentafel.